In Hartje Nederland werd een lied geboren. Een lied dat de harten van velen zou raken. Het was 2008 toen Martin Zemering, een getalenteerde Nederlandse zanger, Vergeef me mijn fout uitbracht. Dit nummer markeerde een keerpunt in zijn carrière. Het lied, een oprechte ballad over liefde, verlies en spijt, raakte een diepe snaar bij het Nederlandse volk. Mensen voelden de emotie in elke noot en elk woord. De simpele maar krachtige tekst, gecombineerd met Zemerings soulvolle stem, maakte het al snel een publiekslieveling. Zijn stem bracht een rauwe eerlijkheid die zeldzaam was. Radiostations omarmden het nummer en draaiden het overal in het land. Het werd een vaste waarde op de radio, van ochtendshows tot late-night programma's. Vergeef me mijn fout werd synoniem met liefdesverdriet en vergeving en verstevigde zijn plaats als een echte Nederlandse klassieker. Het werd een lied dat mensen samenbracht in tijden van vreugde en verdriet. Het succes van het nummer katapulteerde Zemering in de schijnwerpers. Hij trad op in uitverkochte zalen en zijn naam werd bekend in heel Nederland. Hij werd een begrip. Zijn muziek raakte de harten van miljoenen. Mensen stonden in de rij om zijn albums te kopen en zijn concerten bij te wonen. Vergeef me mijn fout was niet zomaar een liedje. Het was een cultureel fenomeen. Het bracht mensen samen en creëerde een gemeenschapsgevoel. Het werd gedraaid op bruiloften en begrafenissen en vormde de soundtrack van talloze liefdesverhalen en momenten van reflectie. Het lied werd een symbool van hoop en verzoening. De erfenis van het nummer reikte verder dan de hitlijsten en werd een gekoesterd onderdeel van het Nederlandse muzikale erfgoed. Het werd een lied dat generaties verbond. Jaren later heeft Vergeef me mijn fout nog steeds een speciale plaats in de harten van velen. Het blijft een bron van troost en inspiratie. De tijdloze aantrekkingskracht ligt in het vermogen om op een diep emotioneel niveau contact te maken met luisteraars. Het lied spreekt tot de ziel en herinnert ons aan onze menselijkheid. De boodschap van het lied over vergeving en tweede kansen resoneert door generaties heen en herinnert ons aan de kracht van liefde en begrip. Het blijft een baken van hoop in een steeds veranderende wereld. Marco Schuutmaker, een jonge en ambitieuze zanger uit Nederland, koesterde een diepe passie voor muziek. Al van jongs af aan was hij gefascineerd door de kracht van melodieën en teksten. Hij groeide op, omringd door de melodieën en ritmes van zijn geboorteland, en voelde een onmiskenbare aantrekkingskracht tot een carrière in de muziek. Zijn huis was altijd gevuld met muziek, van klassieke Nederlandse liedjes tot internationale hits. Schuutmaker begon zijn reis zoals veel aspirant-artiesten, met optredens in lokale cafés en evenementen. Deze kleine podia gaven hem de kans om zijn talent te laten zien en ervaring op te doen. Zijn ruwe talent en onmiskenbare podiumpresentatie trokken al snel de aandacht. Mensen begonnen over hem te praten en zijn naam werd steeds bekender in de lokale muziekscene. Het gerucht over Schuitmakers talent verspreidde zich door zijn geboorteplaats en daarbuiten. Zijn optredens werden steeds drukker bezocht en hij begon een trouwe, schare fans op te bouwen. Zijn optredens, die werden gekenmerkt door zijn krachtige zang en energieke podiumpresentatie, trokken steeds grotere menigten. Mensen kwamen van heinde en verre om hem te zien optreden. Er was een sprankeling in zijn ogen, een passie die resoneerde met het publiek. Zijn emotie en energie op het podium waren aanstekelijk en lieten een blijvende indruk achter. Hij bezat een natuurlijk vermogen om met mensen te connecteren door middel van zijn muziek en smeedde zo een band die verder reikte dan het podium.
Na zijn optredens nam hij altijd de tijd om met zijn fans te praten en hun verhalen te horen. Gedreven door zijn liefde voor muziek en de overweldigende steun van zijn groeiende fanbase, waagde Schuitmaker de sprong in het diepe. Hij besloot om zijn dromen na te jagen en zijn muziek met de wereld te delen. Hij stak zijn hart en ziel in zijn vakmanschap en bracht talloze uren door met het perfectioneren van zijn vaardigheden en het vormgeven van zijn sound. Elke noot en elk woord werd zorgvuldig gekozen om zijn boodschap over te brengen. Zijn toewijding en doorzettingsvermogen wierpen hun vruchten af toen hij zijn debuutsingle uitbracht, wat het begin markeerde van een veelbelovende muzikale reis. Deze mijlpaal was slechts het begin van wat een indrukwekkende carrière zou worden. In 2022 bracht Marco Schuitmaker De Engelbewaarder uit, een single die zijn leven voorgoed zou veranderen. Het nummer een krachtige ballad over liefde, verlies en de beschermende omarming van een beschermengel raakte een diepe snaar bij het publiek in heel Nederland. De Engelbewaarder schoot naar de top van de hitlijsten, werd een instant hit en bevestigde Schuitmakers status als reizende ster. Het succes van De Engelbewaarder was ronduit fenomenaal. Het nummer domineerde de ether en was overal op de radio te horen. Schuitmaker werd een begrip. Zijn muziek bereikte elke uithoek van het land. Hij werd uitgenodigd om op te treden in populaire televisieprogramma's. En zijn optredens boeiden het publiek met hun rauwe emotie en onmiskenbare talent. De impact van het nummer reikte verder dan de hitlijsten en werd een cultureel fenomeen. Het werd gespeeld op bruiloften en diploma-uitreikingen en vormde de soundtrack van momenten van vreugde, viering en bezinning. De Engelbewaarder raakte de harten van miljoenen en vestigde Schuitmaker als een belangrijke speler in de Nederlandse muziekscene. Deel 4 in gedurfde beslissing Schuitmaker kiest voor. Vergeef me mijn fout. Op het hoogtepunt van zijn succes nam Marco Schuitmaker een onverwachte beslissing. Hij stond op een kruispunt in zijn carrière, waar elke keuze zijn toekomst kon bepalen. Hij koos ervoor om nieuw leven in te blazen in een geliefde klassieker, Martin Zemerings' Vergeef me mijn fout. Dit was een gewaagde zet, gezien de populariteit van het originele nummer. Deze beslissing, een bewijs van Schuitmakers diepe respect voor het Nederlandse muzikale erfgoed, was niet zonder risico's. Hij wist dat het publiek hoge verwachtingen zou hebben. Het coveren van een nummer dat zo iconisch is als Vergeef me mijn fout kon worden gezien als gedurfd, een potentiële misstap voor een artiest die nog steeds bezig is zich te vestigen. Maar Schuitmaker was vastberaden. Schuitmaker benaderde de taak echter met eerbied en een diep begrip van de betekenis van het nummer. Hij wilde de ziel van het lied behouden terwijl hij er zijn eigen unieke stempel op drukte. Hij herkende de tijdloze aantrekkingskracht van Vergeef me mijn fout, het vermogen om generaties lang contact te maken met luisteraars. Dit was een kans om een brug te slaan tussen het verleden en het heden. Schuitmaker zag een kans om het nummer aan een nieuw publiek te introduceren, om de magie ervan opnieuw aan te wakkeren voor degenen die het koesterden en om de schoonheid ervan te delen met een generatie die niet bekend was met zijn kracht. Hij wilde dat iedereen de emotie en de boodschap van het lied zou voelen. De beslissing om Vergeef me mijn fout te coveren was niet zomaar een muzikale keuze. Het was een diep persoonlijke keuze. Het was een reflectie van zijn eigen reis en de lessen die hij onderweg had geleerd. Schuitmaker voelde een band met de boodschap van het nummer over vergeving en tweede kansen. Thema's die resoneerden met zijn eigen levenservaringen. Deze thema's waren voor hem van onschatbare waarde. Hij stak zijn hart en ziel in zijn vertolking en gaf er zijn eigen draai aan,
terwijl hij trouw bleef aan de essentie van het origineel. Zijn uitvoering was een eerbetoon aan het verleden en een belofte voor de toekomst. Deel 5. Het Gelredome optreden. Een avond van emotie en herleving.